Goedenavond. Ik ga hier dus vanavond starten met de webinar gedeeltelijk over de stringtechnologie van Anatoly Yunitskiy. In vogelvlucht ga ik er even overheen, want we weten het allemaal wel. En dan ga ik verder met de Utera, wat op dit moment gewoon heel belangrijk is. Wie ben ik? Ik ben Nettie Sommers. Ik ben gestart in 2016 en vanaf juni 2020 ben ik een van de mensen voor de communicatie naar de Nederlandse mensen en de Nederlands sprekende mensen. En ja, ik hoop dat ik jullie daar ook op veel plaatsen op locatie nog zal mogen gaan ontmoeten. Als je dan kijkt het verschil in Yunitskiy stringtechnologie en Skyward Community, is Yunitskiy stringtechnologie is een internationaal ingenieursbureau. En Skyward Community is een durfkapitaalplatform. Kort gezegd is dat een geven die converteerbare leningen en die lening kan omgezet worden naar aandelen in het bedrijf in de toekomst. We hebben altijd gesproken over het transport, rechtsonder in dat rondje. Daar ben ik nu dus ook even nog mee bezig. Er komen nog meerdere dingen, zoals de lineaire cities linksonder, bio-energie en de Utera biosferische landbouw. En dat laatste ga ik straks meer over uitleg geven. Nu eerst even iets over het transport. Want er is heel veel innovatie. We doen niet alleen maar de transport, maar heel veel andere dingen worden er tegelijk ontwikkeld, waar we nog niet zoveel over gesproken hebben, maar waar ik het nu even wat duidelijker van ga vertellen. Je ziet links, daar zie je de torenflats. Dan zie je daar naast zie je het Utera-programma. Hier de Utera, wat ik straks ga doen. Maar we hebben ook de woningen. Dat zijn de energiezuinige woningen. En ook de grote drone, die straks tot 1500 kilo moet kunnen tillen om te kunnen bouwen in de bergen. En ook de lineaire cities. Die zijn heel belangrijk, want in die lineaire cities hier in het begin is een torenwoning, dus torenflats, daar kunnen mensen wonen. En daaromheen worden huizen gebouwd. Dit noemen ze lineaire cities. En dat zijn dingen waar jullie in de toekomst ook meer over te horen krijgen. Want ik krijg nu van mensen te horen, ja, Utera, ze gaan nog van allerhande dingen nazoen. Het ging toch over het vervoer. Maar dat komt, wij hebben in het begin alleen het vervoer verteld, omdat het anders te ingewikkeld werd voor mensen. Maar er komt veel meer waar jullie straks allemaal meer over kunnen horen, ook meer over te weten gaan komen. Maar dan is dat voor jullie hopelijk nu een beetje duidelijker hoe het zit. Dit zijn de vervoersmodellen. Links alle modellen die tot 150 km per uur kunnen. Rechtsboven die kan tot meer dan 500 km per uur. En de twee laatste rechtsonder, dat zijn de laatste nieuwe ontwikkelde modellen die nu in heel snel treinvaart ook verkocht aan het worden zijn. Hier hebben we de container en het transportband. En hier hebben we het museum. En daar staat alles in het klein. En in het plafond ziet u staan alle namen van de mensen die tot april 2017 hun investering hebben gegeven. En dus dat ze daarmee konden gaan werken om via het crowdfundingplatform de betalingen te krijgen. En de mensen staan allemaal met hun naam in het plafond. En ik sta er ook bij. Heel mooi om dat te zien, om dat te vinden. Maar wat is USKY? USKY is een transportsysteem wat op palen staat en dat de rails boven de grond gaan. En dan heb je niet zoveel asfalt nodig om te bouwen. Dat is een groot verschil. Als je dan kijkt bij andere passagiersvervoerssystemen, dan heb je heel veel asfalt nodig en heel veel andere materialen om te bouwen. En dan zie je dat het USKY-project kan vanaf 1 miljoen per kilometer gebouwd worden. En alle andere zijn 3 tot 5 keer duurder. Onze kosten zijn 3 tot 5 keer lager dus. Als je dan vergelijkt met deze transportmodellen, dan zijn die miljoenen per kilometer veel en veel hoger. En daardoor kun je al zien, ook al zijn er andere vergelijkbare modellen, die werken allemaal nog op fossiele grondstoffen. En ons systeem, dat gaat zijn eigen elektriciteit opbouwen en opwekken, sorry. En dat is dus een heel andere manier, veel milieuvriendelijker dan al deze die je hier ziet. Dan zijn er natuurlijk ook hoge kwaliteitseisen aan verbonden. En elk onderdeeltje, elk moertje wat gebruikt wordt, dat moet gecertificeerd worden.
Dus dan kun je je eigen voorstellen hoeveel papiermassa er nodig is om één zo'n model te maken. En wordt er ergens een moertje of schroefje verwisseld, moet daar weer een heel certificeringsproces aan te pas komen. Maar ook certificaten die ontvangen zijn, zie je. Verschillende certificaten. Anatoly Joninski houdt er hier eentje omhoog waar hij heel trots op is dat hij dat weer kreeg. Maar er zijn ook ISO-certificeringen nodig. En die hebben ze ook verschillende. Telkens als er natuurlijk zo'n certificering weer gekregen wordt, worden er weer foto's gemaakt. Er zijn honderden certificeringen inmiddels, ook patenten en andere dingen die ze allemaal gekregen hebben, omdat er weer een mijlpaal ergens voor bereikt is. Officiële instanties controleren alles. Hier zie je ook het systeem waar het in ingeschreven is, hoeveel toekomstige opties op aandelen die we nu hebben, hoeveel toekomstige dat kunnen gaan worden. En de nummers erbij. En iedereen die een ondersteund heeft, die zal hier een aantal nummers van hebben. In 2014 zijn ze begonnen met de bouw. En in 2021 hebben ze aan kunnen kondigen dat ze overgingen van de ontwerp, test en certificeringsfase naar de serieproductie en open commerciële verkoop. Dat is gewoon heel belangrijk. En ja, die exploitatie en die voordelen die erbij horen, dat is gewoon geweldig. Dit is het park, waar nu gebouwd is. Een gedeelte, linkse gedeelte, hebben ze in het begin gekregen in 2014. Rechts daarnaast en de vijver erachter is later allemaal bijgekomen. En daar wordt ook het eerste project, het commerciële project, nu gebouwd. En Anatoly Gedinsky staat hier op de brug en boven hem zie je een voertuig. En dat is dus het eerste commerciële project, wat dus niet in het testpark is, maar naast het testpark. En waar men in kan gaan rijden en ook materialen vervoeren naar het vakantiepark wat daarachter ligt. Dus mensen kunnen op vakantie gaan in het vakantiepark daarachter. En daar moet men dus een reisje betalen via dit vervoer. Hier linksonder zie je de lijn van 1120 meter, die van het begin van de weg gaat langs het park naar achter naar het vakantiepark. En rechts zie je het model een beetje groter. Hier is de toegang tot het park in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is nu nog eens, zie je dat er helemaal een woestijn is. Dat gaan ze ook helemaal vergroenen. Het eerste project van 400 meter lengte is in 2000, eind 2018, begin 2019 klaargemaakt. En je ziet daarachter is het station nog niet klaar, maar ze zijn al begonnen met testen op die 400 meter. En vanaf toen is het steeds sneller gegaan. Er is een ecohuis gebouwd. Je ziet de pilaren er links naast de ronde en rechts naast de vierkante. Die vierkante, dat is nu inmiddels zit daar de bekabeling in. Maar dit is de locatie in de Verenigde Arabische Emiraten. En in het ecohuis zie je de binnenkant hier. Hoe dat er dat uitziet met mooie begroeiing. Het gevoel daar is gewoon heel erg cool. Het is daar niet heet. Het is er helemaal cool, zonder dat er airco is. En rechtsboven zie je de ontvangstruimte waar alle hooggeplaatste mensen komen kijken en die daar in het klein zien hoe het project werkt. Ik heb daar ook gestaan, zoals je hier ziet. Foto's ervan, dat wij ook links, in links, linkerrijtje in het midden, zie je ons ook voor die buis staan. En we hebben mee mogen rijden. Dus we hebben het echt allemaal uitgeprobeerd. En het is geweldig, echt waar. In september 2018 zijn ze daarmee begonnen. En hier zie je de maquette ervan, wat de bedoeling was om te gaan bouwen. En een gedeelte van wat hier op de maquette staat, is inmiddels klaar. Verder hebben ze in de Verenigde Arabische Emiraten in het puntje daarboven, dat is het Emiraat Ras Al Khaimah. En daar wordt de ontwikkeling gedaan van ook een route van 23 kilometer met 11 stations. En in Dubai komen er vier nieuwe projecten. De rechte lijnen zijn de projecten die nu berekend worden. En de stippenlijntjes die dan telkens naar de zee gaan, een klein stukje van gemiddeld ongeveer 10, 15 kilometer, dat wordt later eraan gezet, zo gauw als dit project met wat hier die vier, dat die berekend zijn en klaar zijn. En dan zie je rechts nou een paar foto's wat de bedoeling is van hoe de stations moeten worden. En ja, het is gewoon heel mooi te zien. Maar het gaat niet alleen over de lancering van de bouwlijnen, maar ook natuurlijk over de certificering. Want dat is nodig om de projecten over heel de wereld verder te ontwikkelen. Op absoluut legale gronden. Zowel op het gebied van ingenieering als op het gebied van de juridictie voor de naleving van alle noodzakelijke normen.
Er zijn 15 fases berekend en we zitten op dit moment in de laatste 15e fase. Er is ook een algemeen directeur, dat is Nadezhda Kosareva. En zij heeft onze vragen beantwoord. En een van onze vragen was natuurlijk ook van hoe het zat met de projecten. En toen zei ze, Janinski Stringtechnologie heeft meer dan één crisis overleefd. Die is gehard en heeft daardoor ervaring opgedaan. En door de gebeurtenissen in de wereld die buiten onze macht liggen, is het proces wel enigszins vertraagd, maar alle projectdocumentatie is compleet. Wat betekent dat we nog maar één stap verwijderd zijn van de overgang van theorie naar praktijk. Dus je ziet het hier, het is wat vertraagd, hebben ze daar natuurlijk ook wat moeite mee gehad, zoals wij allemaal hier, maar het gaat door. En daar gaat het om. Dus we gaan nu gewoon verder in de positieve manier van denken en om dit bedrijf verder te gaan ondersteunen, om te helpen, om zo snel alles klaar te hebben voor de hele 15e fase af te werken. Er komt een nieuw platform en op dit moment zijn ze in de Verenigde Arabische Emiraten 2 dagen bezig, wordt daar samen met Anatoly Janinski het platform bekendgemaakt. En dat is eigenlijk een platform zoals ook de bedrijven, grote bedrijven zoals Toyota, Apple en Google ook hebben. En hier rechts zie je een foto, heb ik net gekregen van Kaat. Ze hebben de opening gedaan en het is een beetje onduidelijk te zien, maar rechts die man, dat is Anatoly Janinski, en links met die zwarte lange jurk aan, dat is zijn vrouw. Zij zijn nu op dit moment bezig met de opening. En Hani, dat is een man uit Nederland, die is voor mij en voor Earl daar om alles bij te wonen en foto's te maken en video's te maken, zodat wij op de locatie in de volgende presentatie in Berlikum, maar ook op andere plaatsen waar we naartoe gaan, jullie kunnen laten zien wat daar gebeurd is. En U-Sky blijft natuurlijk onder de aandacht van veel verschillende delegaties. Veel landen komen kijken. Hier zie je de delegatie van Saoedi-Arabië, ook de Italiaanse Kamer van Koophandel, dus een Europees land. Maar ook de koning van Lesotho is geweest. Lesotho ligt niet aan zee, niet aan een haven. Daar is heel belangrijk voor de goederen heel snel bij de haven zijn en verder vervoerd te kunnen worden. Heel veel hoogwaardigheidsbekleders van landen zijn gewoon heel erg geïnteresseerd in dit product. Ook hier Rwanda, maar ook Sonsoneta bij El Salvador. Die stad, die gaat het eerste eromheen bouwen. Maar bovenin rechts, India is weer terug. India wil heel groot gaan investeren en willen gaan bouwen. Dus hoe geweldig is dat? Maar ook Indonesië, die heeft ook al zijn handtekening gezet. Zo zijn er nog veel meer landen, ik kan wel blijven opnoemen. Maar het gaat gewoon goed komen met ons en met ons project. En dit gaat de hele wereld veroveren. En waarom ondersteunen wij dat? Nou, natuurlijk omdat er maar heel weinig grond nodig is om dit te bouwen. Voor elke kilometer maar ongeveer 100 vierkante meter. Daarom ondersteunen we het. En als je dan kijkt, zijn de meest veelbelovende gebieden voor ons in het Midden-Oosten en Azië. Want daar zijn natuurlijk heel weinig wegen. Hier zijn al heel veel wegen, maar in die Aziatische landen natuurlijk niet. Dus die zijn er heel blij mee. En welke landen zijn er al geweest? Nou, er zijn al gesprekken geweest dus met de koninklijke familie van Lesotho, maar ook vertegenwoordigers van grote bedrijven, ambassadeurs van landen, diplomaten, premiers, ministers, gouverneurs en burgemeesters, maar ook hoge regeringsfunctionarissen uit landen, zoals Brazilië, Peru, Colombia, de Filipijnen, India, Kazachstan, Rusland, Wit-Rusland en vele andere landen. Er zijn inmiddels 17 intentieovereenkomsten getekend voor projecten. En die zijn gesloten, de laatste handtekeningen zijn gezet, dus die gaan door. En er zijn nog meerdere onderhandelingen over het sluiten van contracten en de voorbereiding van een haalbaarheidsstudie voor meer dan 30 projecten in 10 regio's in de wereld. Meer dan 10 landen hebben ons al vermeld in de reviews, zoals Dubai, El Salvador, Rwanda, Kazachstan, de Verenigde Staten van Amerika, Indonesië, India, Lesotho en Bahrein. En er zijn ontwikkelingen voor oplossingen voor transportcomplexen, voor doelprojecten, zoals in Zweden, Israël, Oekraïne en El Salvador. Wat krijgen wij als wij het bedrijf ondersteunen? Nou, dan krijgen we een converteerbare leningsovereenkomst. Die moeten we ondertekenen. En als we die ondertekenen, dan worden we eigenlijk mede-eigenaar van dit bedrijf. In 2022 heeft Janinski Stringtechnologie de zelfvoorziening bereikt.
En de jaarlijkse controle van de boekhouding hebben ze ondergaan. Ze zijn voor het eerst sinds de oprichting zelfvoorzienend geworden. En de jaarrekeningen die geven hun financiële positie weer tot 31 december 2022. En op basis van deze financiële en zakelijke prestaties maakte Juninski Stringtechnologie in 2022 winst, waardoor het bedrijf zelfvoorzienend kan zijn gaan worden. Als je dan kijkt, veel mensen vragen: wanneer is er een beursgang? Nou, die komt pas na de voltooiing van de 15e fase. Maar voor een succesvolle implementatie van een project is het belangrijk dat het bedrijf gedurende tenminste enkele jaren stabiele financiële resultaten laat zien, voordat de documenten ingediend gaan worden voor een IPO. En in het geval van een succesvolle voltooiing van fase 15 en zelffinanciering van het project zullen investeerders dividenden beginnen te ontvangen die evenredig zijn aan hun aandeel in het project. Met andere woorden, als het project succesvol is, zal het eerste rendement van de investeerders eerder dividenden zijn dan inkomsten uit de verkoop van aandelen op de beurs. Als je dan kijkt, de klant gaat een confronteerbare leningovereenkomst aan. Die draagt de gelden over aan Skyward Community. Die ondertekent een eis volgens welke hij onmiddellijk het recht krijgt om geregistreerd de panden van de ERSH in eigendom te hebben. Daarna wordt hij mede-eigenaar van de technologie van Juninski Stringtechnologie. Wat wij ook vertellen over het project, denk eraan dat je de juiste bewoording vertelt, want onze woorden kunnen het project ten voordele of ten nadele beïnvloeden. Dat ligt ook aan alle mensen die hierover praten. Als je dan kijkt, in 2024 zijn er een aantal contracten gegund in 1 jaar in deze en volgende periodes van tenminste 5, met een totale lengte van tenminste 200 kilometer. Maar ook de lancering van een demonstratie- en testcomplex met een 2,5 kilometer lang stevig viaduct voor zwaar gebruik in het test- en demonstratiecentrum van U-Sky in de Verenigde Arabische Emiraten. En in 2025, heel belangrijk mensen, start de uitbetaling van de dividendbetalingen, de winstdeling. Dus dividend geld wordt in dit geval betaald door de distributeur van Juninski String Transport en Infrastructuurcomplexen van U-String Technologies licenties in plaats van door het ingenieursbureau Juninski String Technologie. Dus dat we dit even heel goed lezen, want dat is heel erg belangrijk. Dan gaan we nu verder. We hebben dus eventjes gesproken over het transport en dan gaan we nu verder over de biosferische landbouw, het product Utera. Want wereldwijd is dat ook een heel groot probleem. En daar heeft onze transportsector veel aan bijgedragen door de uitstoot van gassen. En daardoor is er veel luchtvervuiling ontstaan. En Anatolij Gninski heeft dat al jaren geleden gezien. En die is dat meer gaan onderzoeken en gaan kijken hoe hij de natuur verder kon ontwikkelen. Want hij komt uit de landbouw en hij wist dus ook dat de gronden verschraalden. En die heeft nu een nieuw product, Utera. Wat goed is voor onze bodem, waar toch ons voedsel verbouwd wordt. Maar ook kan hij het op een geheel natuurlijke wijze ondersteunen. Dit is hij. Hij zegt dus: de bovengrond zit vol met micro-organismen en mineralen en natuurlijke elementen, zonder welke het leven op aarde onmogelijk zou zijn. En hij heeft daardoor een humusproject ontwikkeld. En dat is door een milieuvriendelijke productie. Dat is wel heel belangrijk. Het heet Bodemelixir Utera. Het verhoogt de vruchtbaarheid van de grond tot 50% en het is een natuurlijke organische bodemtoevoeging. Het is door de snelle uitputting van de grond onder invloed van chemicaliën en door intensief gebruik raakt vruchtbare grond snel uitgeput en afgebroken. En na verloop van tijd stopt de grond met het produceren van dezelfde hoeveelheid gewassen en verslechtert hun kwaliteit en gaan nuttige eigenschappen verloren. En hij heeft oplossingen. Er werd een aparte soort regenworm gefokt. En er werd een bodembank samengesteld van ecologische schone regio's en een gepatenteerde voedingsformule ontwikkeld. En die bodembank van ecologische schone regio's, daar heb ik ook mijn steentje aan bijgedragen. Maar dat vertel ik. Het eindproduct is daardoor de Utera geworden en de organische bodemgrond, de biohumus. De grondstoffen daarvan zijn bruinkool, steenkool, stroop, honing, biohumus en organische elementen.
Utera biedt twee hoofdproducten. Het ene is Utera Biohumus. Dat is organische bodemgrond op basis van losse biohumus. Dat wordt verkregen als gevolg van de verwerking van organisch afval door die speciale soorten regenwormen en heeft een hoge concentratie aan bodemmicro-organismen. En de Utera Bodemelixer, die is op basis van vloeibare biohumus. Dat is een biologisch actieve vloeistof voor planten die oplosbare humusachtige bodemoplossingen, folinozuren en een reeks agronomische waardevolle micro-organismen in hoge concentraties bevatten. Een heel ingewikkeld gedeelte, maar daar hoeven wij verder niet zoveel naar te kijken. We moeten gewoon kijken hoe goed dat dit product is. En het bevat verder een volledig complex van mineralen, enzymen, vitamines, evenals macro-elementen die nodig zijn voor de groei en ontwikkeling van planten. Het is in elke concentratie onschadelijk. Wat is bewezen tijdens onderzoeken en tests of verschillende soorten gewassen? Heel belangrijk, hè? Het unieke van de Utera Biohumus is dat er 1000 verschillende soorten nuttige micro-organismen voor in de bodem zitten. Het is in 105 ecologische zuivere gebieden waar bodemonsters zijn genomen onderzocht op 5 continenten. Ik heb destijds in 2019 ook samen met mijn man ieder 3 kilo grond meegebracht wat we moesten gaan zoeken op een plaats waar geen kunstmeststoffen de laatste 100 jaar gebruikt waren. Dus was even onderzoeken, even zoeken waar moeten we naartoe. Maar we hebben het voor elkaar gekregen om op 2 verschillende plaatsen de grond te vinden. Die hebben we meegenomen en die heeft hij kunnen onderzoeken. Het is een spannend verhaal geweest op de luchthaven, maar dat vertel ik wel als we op een locatie zijn. Als je dan kijkt naar de Utera, dat is een biologische plantenvoeding die oplosbare zouten van humuszuren, fulinumzuren en humus humine en het hele spectrum van alle agronomische waardevolle micro-organismen bevat met een hoge concentratie dat in rijke zwarte grond zit. Nou, die grond die ik meebracht was heel erg arm. En dan heb je de Utera humus, vloeibare. Dat verhoogt de gehalte aan vitamine, aminozuren en mineralen en beschermt de planten en de bodem tegen ziekte en plagen. Heel belangrijk, hè? En het verrijkt de bodem met nuttige micro-organismen. Dan zijn dit een aantal, het nummer waar het onder ingeschreven is. Dat kunnen mensen die interesse hebben op gaan zoeken. Hier nog wat meer nummers waar het allemaal geregistreerd is. Er is een team van hooggekwalificeerde wetenschappers en ingenieurs die zijn gespecialiseerd in biotechnologie, agronomie, chemie en ecologie en die werkt aan de promotie van het Utera. Bij de ontwikkeling van het elixir Utera en het produceren van de biohumus werden nationale en internationale normen gevolgd. Er werd samengewerkt met de instituten van de Nationale Academie van Wetenschappen en met buitenlandse onderzoekslaboratoria. Er zijn ook veldtesten en die hebben de hoge efficiëntie van het elixir Utera bewezen en de mogelijkheid om met het gebruiken van groentegewassen met hoge opbrengsten te telen. Hier staan de belangrijke mannen op de locatie daar hoog boven in de Verenigde Arabische Emiraten. Tweede van links zie je Anatoly Yunitsky en de andere 3 zijn mannen die ik zo meteen nog met naam ga noemen. Maar de biohumus wordt gebruikt voor de productie van het bodemelixer Utera en het wordt als een zelfstandige stof gebruikt. En om de verwerking bij het herstellen van verarmde grond te vergroten, wordt er aanbevolen om de biohumus in combinatie met het bodemelixer te gebruiken. Dus allebei samen. Hier zie je dan wat hij doet, die bodemverbeteraar. Omdat het niet alleen geschikt is voor de planten, maar ook natuurlijk voor verschillende grondsoorten. En dan zie je wat het opbrengst doet voor en wat het erop gegooid moet worden per vierkante meter grond. Voordelen: het versnelt de kieming van zaden en verhoogt de kieming ervan. Om de gezondheid van vruchtbaarheid van alle bodemsoorten te genezen en te verbeteren. En draagt het bij aan de productie van lekkere, gezonde en milieuvriendelijke producten. En het versterkt natuurlijk de natuurlijke fruitsmaak. Wordt als eerste geteeld voor de landbouw, fruit en groente en bessengewassen voor de inwoners van de Verenigde Arabische Emiraten. Want daar zijn alle goedkeuringen, alle certificeringen en alles wat nodig is, hebben ze daar al. Dus daar kan men aan de gang en daar kan men het als eerste gaan gebruiken, de mensen.
Het verhoogt de vruchtbaarheid van de grond met 35 tot 50%. Het verhoogt ook de weerstand van planten tegen ziekte en extreme temperaturen. En het verhoogt het gehalte aan vitamines, aminozuren en mineralen. Extreme temperaturen heb je in de Verenigde Arabische Emiraten natuurlijk heel erg veel. Dat overdag heel heet is en in de nacht heel erg koud. Het vermindert ook de aanwezigheid van nitraten, radionucliden en ultramicro-elementen. Het beschermt tegen ziekte en ongedierte en verrijkt de bodem met nuttige micro-organismen en normaliseert de zuurtegraad ervan. Het project voorziet ook in de geïntegreerde ontwikkeling van de biologische landbouw op de volgende gebieden. De voornaamste zijn de productie van zeer effectieve organische bodemmeststoffen voor planten, Uterra, voor de planten en voor de Uterra bodemlixer en voor de productie van de Uterra losse kruimelige biohumus. En aanvullend is het de teelt van de landbouwgewassen, fruit, groente en bessengewassen en biologische veehouderij voor de kwartel en vlees en kwartel eieren en voor de teelt van waardevolle medicinale paddenstoelen en planten. Dus het is voor heel veel onderdelen heel goed. Het gaat groot worden. Als je dan kijkt, is het gebruik van natuurlijke ingrediënten in elke technologische en landbouwfase ook afvalvrij gebruik. En het is voor alle soorten grondstoffen en ook componenten in elke fase. Dus in elke fase is er geen. Het versterkt ook de immuniteit van planten en herstelt de vruchtbaarheid van aangetaste gronden binnen één seizoen. Het toepassen van een praktische aanpak door de rijke ervaring en wetenschappelijke kennis is opgedaan tijdens 6 jaar onderzoek. Hier zijn ze al veel langer mee bezig, zolang als ze eigenlijk ook aan de bouw bezig zijn van de technologie, is daarnaast ook dit ontwikkeld en nog veel meer. Wordt in de toekomst nog wel verder door aan jullie bekendgemaakt. Als je dan kijkt, de testen en conclusies. De Uterra bijvoedingen zijn getest op gewassen die op onze landbouwgrond en achtertuinen geteeld zijn. En Uterra bijvoedingen zijn voorzien van een internationaal veiligheidsinformatieblad. En het zal door patenten worden beschermd. Heel belangrijk. Als je dan naar de resultaten gaat kijken, voor in 2022 was het een opbrengstverhoging, een smaakverbetering en het verhogen van de stressbestendigheid van de planten. Die kunnen ook stress hebben, hè? Het is een 100% organische meststof. Het is gegarandeerd een milieuvriendelijk gewas en het stimuleert de natuurlijke activiteit en nuttige micro-organismen en enzymen. Het herstelt de vruchtbaarheid van aangetaste gronden en is in elke concentratie en elke bodem volkomen onschadelijk. Het verhoogt de opbrengst, dat heb ik daarnet al gezegd, versnelt de plantengroei, ook de smaak en de geur en het vermindert het gehalte aan nitraten, radionucliden en zware metalen. En het kan gebruikt worden op de boerderij voor de kweek van gezonde groenten en fruit en bessen voor persoonlijk gebruik, maar ook in de landbouw voor particuliere landbouw en kweek en verkoop van natuurlijke producten zonder chemische toevoegingen en onzuiverheden. En in de bloementeelt, de sierteelt en thuis kunnen de inserres en kastcomplexen prachtige, felgekleurde, bloeiende planten gekweekt worden. Bodemelixer is een van de belangrijkste exportproducten met een hoge toegevoegde waarde. Het product is reeds goed gevraagd op de binnenlandse markt in de Verenigde Arabische Emiraten. Het is relevant en concurrerend. Het is op dit moment al vertegenwoordigd in winkelketens. Er zijn 14 overeenkomsten al getekend. Er is goed vooruitzicht op uitbreidingen van en ook voor verdere systematische toegang tot de internationale markten over heel de wereld. De producten van het merk Uterra worden ontwikkeld zonder gebruik van pesticiden. Ze zullen ook geen schadelijke chemicaliën en genetisch gemodificeerde organismen hebben. Heel belangrijk om dat te weten, hè? Het is een duurzaam product. En zorgt ervoor dat onze voedselveiligheid gegarandeerd is. En als je dan kijkt naar de verwerking van het huishoudelijk afval, is er in 2025 75% minder huishoudelijk afval en 85% tegen 2035. En ook in kilo gewicht is er veel meer besparing. Er worden ook werkplekken gecreëerd voor maximaal 40 personen en tot een percentage van 10.000 liter per dag dat er gemaakt kan worden. Als je naar het onderzoek kijkt, is er de afgelopen 10 jaar een team van wetenschappers en bedrijvengroepen die zijn uitgebreid de samenstelling van de gronden gaan testen. En ook inclusief woestijnbodems.
En de circulatie van macro, micro en ultra-micro elementen die tussen levende organismes bestudeerd worden. Er is een demonstratieterrein en dan kun je zien wat ze op het demonstratieterrein allemaal al hebben kunnen gaan ontwikkelen. Als je dan kijkt naar het productieschema, is er eerst aanvoer nodig van turf, daarna de extractie van humuszuren, dan de optimalisering van de samenstelling en correctie van de zuurgraad, dan de introductie van bacterieel inoculum en daarna de verwerking tot bodemelixer. En elke fase van de ontwikkeling van het elixer vindt plaats onder zorgvuldige kwaliteitscontrole. Bij de productie worden geen kunstmatig gesynthetiseerde chemicaliën gebruikt. Het produceren en verkopen in de Verenigde Arabische Emiraten op de wereldmarkt van organische meststoffen zal zeer effectief en zeer winstgevende producten geven van losse biohumus en de biobodemelixer. En vooral als eerste voor de inwoners van de Verenigde Arabische Emiraten. En het zal hun levenskwaliteit flink verbeteren. Dit is de bedenker en ontwikkelaar Anatoly Unitsky. Hij is ingenieur en uitvinder, ondernemer, wetenschapper en zakenman. Hij heeft inmiddels meer dan 140 ontwikkelingen en belangrijke baanbrekende uitvindingen op zijn naam staan. Zoals je daarnet al hebt kunnen horen, hier heb ik er ook een aantal kunnen noemen. Hij is ook auteur van belangrijke wetenschappelijke projecten, waarvan het stringtransport natuurlijk de belangrijkste is. Daarom hebben wij die ook heel erg altijd aan jullie verteld. Maar inmiddels is hij ook lid geworden, of erelid moet ik zeggen, van een van de oudste ingenieursorganisaties in de Verenigde Arabische Emiraten. En de ASCE heeft activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van het welzijn van mensen. En ook alle ontwikkelingen van Anatoly Unitsky zijn in de eerste plaats gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit van de hele mensheid, ongeacht in welke regio ze ook wonen. Dit zijn de mensen die, dus zijn naast de medewerkers die ik daarnet zei, daar gaan jullie nog iets meer van horen. Dit is Alexei links en rechts is Evgeny. En daar gaan wij, moeten we ook heel veel mee samenwerken. En dit is de manager in de Verenigde Arabische Emiraten over het UTERRA-programma, dus Eugenie. Hier zie je nog een keer dat ze staan in het Emiraat Ras Al Khaimah, in de economische zone van Rakesh en in het emiraat van Ras Al Khaimah in de Verenigde Arabische Emiraten. En dit is de grond waar ze op staan toen ze hem als eerste gekregen hebben. Hij wordt voor 50 jaar gehuurd. Rakesh is een van de grootste economische zones. Daar zijn 770 toonaangevende productiebedrijven uit meer dan 100 landen en 50 verschillende industrieën. En het locatievoordelen zijn de mogelijkheid om kosteneffectieve oplossingen te gebruiken bij de implementatie van het project. En heel belangrijk, de locatievoordelen is een comfortabele belastingheffing en ook in de nabijheid van grote logistieke punten. Samengevat, verbetert het de bladpigmentatie, is het een 100% organische meststof die 10 tot 15 keer effectiever werkt dan de bekende organische meststoffen die we nu kennen, vermindert de aanwezigheid van nitraten, radionucliden en ultramicro-elementen, verhoogt de weerstand van de planten tegen ziekte en plagen van ongedierte. Je eten zal beter smaken, je planten zullen smaakvoller zijn en je grond zal jarenlang vruchtbaarder blijven. Je voeding wordt merkbaar lekkerder en de planten worden aromatischer. We kunnen de aarde samenstelling rijker maken door de Eterra Sol Elixir, die is gemaakt van duizenden zorgvuldig geselecteerde soorten nuttige bodemmicro-organismen. En om een gezonde omgeving daarvoor te ontwikkelen, wordt een unieke bodemformule ontwikkeld door de auteur. En hoe breng je de bio-bodem-elixir aan? Door op twee manieren, in de vorm van een waterige oplossing, via de wortel en via bladeren. Hier zie je een aantal certificeringen nog. Er zijn er meer, maar ik kon er hier vier plaatsen met de nummers erbij. Als je dan kijkt, de uitvoering van het project in stap 1 is de bouw van de fabriek, de verhuur en de bouw van de grond voor de productiefaciliteit en een stuk grond van 3,2 hectare die gepakt wordt op het grondgebied van Ras Al Khaimah. En deze stappen zijn nu gedaan. De volgende stappen zijn start van de productie, het opzetten van volledige productieproces met uitzicht op schaalvergroting en de mogelijkheid om over de hele wereld soortgelijke fabrieken
uit te breiden en te bouwen op basis van een kant-en-klaar bedrijfsmodel. Als je dan kijkt naar de parameters van het project, ze hebben 20 miljoen nodig aan totale investering. Terugverdientijd is 1,79 jaar en een dynamische terugverdientijd van bijna 2 jaar. En dan moet ik erbij zeggen, vanaf de start van de projectimplementatie, want die voorziet in een maximaal 2 jaar van de pre-investeringsfase. Dus de nulfase gaan ze tellen. Belangrijke principes zijn de toepassing van het praktische aanpak, gebaseerd op de opgedane ervaring en wetenschappelijke kennis. En er is afvalvrij gebruik van alle grondstoffen en componenten. Er is nu voor alle ondersteuners de mogelijkheid om geld te geven voor het bouwen van de fabriek, om de geïntegreerde ontwikkeling van de biologische landbouw in alle landen verder te helpen. En financiële ondersteuners kunnen voor het bouwen van de Uterra-fabriek jaarlijks tot 50% ontvangen over de winst van het bedrijf. Dus een sterretje afhankelijk van het investeringsvolume en de deelname die gegeven is. En het bouwproces zal nu snel van start gaan. Dan zie je hier een procenten van de winst. Daar heb ik niet zoveel verstand van. Dan kunnen jullie zelf een beetje kijken wie er wel verstand van heeft. Iets groter heb ik het hier een pagina. Als jullie straks de opname opvragen, dan kunnen jullie zelf gaan bestuderen. Want daar kan ik geen uitleg over geven. Als je dan kijkt naar de investeringsmogelijkheid voor de oprichting van een biosfeercluster voor Uterra-producten, kun je tot 50% jaarlijkse winst behalen. En met uw steun kunnen we deze investering in minder dan 2 jaar terug gaan verdienen. En vanaf de start natuurlijk van een project dat er gewerkt kan worden, nog niet vanaf de bouw. Vanaf de bouw, dat is de nulfase, en dan 2 jaar. Hier nog even alles op een rijtje van alle voordelen die er zijn. Die ga ik niet nog een keer opnoemen. Die hebben jullie allemaal al een keer bij mij gehoord. En wil je meer weten, dan kun je dit aan ons nog gaan vragen. Je kunt ook aan ons vragen of je de opname mag hebben zodra die vrijgegeven wordt. Want deze is opgenomen. En dan zou ik zeggen, bel me of bel Earl. En ik hoop dat ik jullie terug kan zien op een locatie. Want wij gaan in de komende tijd op verschillende plaatsen in Nederland op locatie presentaties geven, omdat we nog veel, veel meer te vertellen hebben wat hier in dit uur allemaal niet kan. Earl zal na deze afsluiten van mijn presentatie een filmpje tonen van alle belangrijke dingen. Wordt het in het kort, zie je het op beeld en wordt er nog in het Engels wel gesproken. Misschien met Nederlandse ondertiteling, maar dat weet ik niet zeker. Maar dan kun je dat ook nog allemaal even bekijken. En er is ook nog een website van Anatoly Janinsky, dat is ust.inc. En op die website kun je alle technische dingen vinden. En de uitleg van alle Uterra kunt u bij ons opvragen. Dan wil ik je namens Anatoly Janinsky bedanken voor jullie aandacht. En dan zal Earl zo meteen het filmpje opgestarten, dat jullie een filmpje van 20 minuten nog net op tijd voor de sluiting van 9 uur, want dan sluit het systeem automatisch af. Kunnen jullie nog het hele filmpje zien, want dat is 20 minuten. Dus ik zou zeggen, dankjewel voor uw aandacht. En dan ga lekker genieten van het mooie filmpje. En ik hoop u te zien op een locatie ergens in Nederland. More than 2,000 years ago, the ancient Greek historian Herodotus argued that the prosperity and vitality of a society is determined by the condition of its land, fertile soils. Until the end of the 19th century, life and soil were inseparable, giving people everything they needed for the healthy development and improvement of the species. However, in the 20th and 21st centuries, there has been an increasing use of mineral fertilizers and pesticides in agriculture, which leads to a catastrophic deterioration of the biogeocenosis of soils and food grown on these soils.
In fact, we are destroying the immune system of the biosphere, our common cosmic home, planet Earth, the living fertile soil. We are destroying it with chemical fertilizers, toxic chemicals, and technological wastes of the whole Earth industry. But in this way, we first of all destroy our own health. When the first living organisms appeared on the planet millions of years ago, the Earth's nature found a way to utilize their waste products. Organic waste was processed into new organic nutrition, fertile humus, with the help of soil microorganisms, complex and indistinguishable to the simple eye biofactories. There should be at least 100 billion of them in each kilogram of fertile soil, and several thousand species, both aerobic and anaerobic. Each of them has its own narrow specialization in processing organic waste. Thus, the waste products of all living organisms in the course of biospheric evolution became the main nutrition for plants. The chaotic development of agricultural engineering has caused food to grow in one place and organic waste, including sewage, to be generated in another, thousands of kilometers away. At the same time, the removal of nutrients from the planet's living fertile soil, billions of tons annually, is not compensated for. Only three chemical elements, nitrogen, potassium, phosphorus, are mainly brought back into the soil, although plants take more than 80 elements from it during their growth, mainly from natural organic matter, that is, fertile humus. Moreover, simple and soluble chemical fertilizers produced by industry are applied to the soil of agricultural lands, but not complex organic insoluble humates created by life, as it was during hundreds of millions of previous years of evolution of life and the Earth's biosphere. The average person eats about 700 kilograms of food per year. As a result of metabolism, each person releases almost the same amount of waste into the environment. If this waste is converted into biohumus and put back into the soil where the crop was grown, the natural cycle of living matter, which was broken by mankind in the 20th and 21st centuries, will be restored. For more than 40 years, working on a rescue plan for humanity, I have rethought the existing global transportation infrastructure, energy, urbanism, and agriculture. I proposed a global concept of world reorganization to free millions of square kilometers of soil rolled up in asphalt and buried under sleepers. The freed territories, equal in area to the six republics of Belarus, will be returned to the actual land user, the Earth's biosphere. The fertility of these lands can be restored only through biohumus. Humus is the insoluble salts of humic acid, the main organic part of the soil that contains the nutrients that plants need. If you have ever dug into the soil, you have probably seen that the top of the soil is a darker layer with a lot of roots and half-decayed plants. This is the humus layer, a living and fertile layer. Humus improves the physical properties of the soil and is an excellent storehouse of nutrients. It increases a strong soil structure, which ensures favorable circulation of water and air.
Humus creates favorable conditions for the development and further activity of various useful soil microorganisms, both aerobic and anaerobic, as well as for earthworm, which performs the function of soil stomach. There should be at least 1 million of them on each hectare of meadow. The more worms, the more fertile the soil. The energy stored in lignite and oil shale is the relic solar energy received from our luminary by living organisms that lived on the planet 100 to 450 million years ago. Consequently, oil shale and lignite can be used not so much for generating electrical and thermal energy as for obtaining relic living humus, the basis of fertility of any soil. As such, biohumus will have the same chemical composition as an ancient tree that took everything necessary for life from the ancient relic soil. I have developed the following technology to produce biohumus. First, combustible minerals such as coal are burned, but not completely. Then, the combustion waste, ash, slag, sludge, dust, flue gases, is mixed with half of unburned oil shale or lignite. Then, raw materials of organic origin are added to it, meaning modern raw materials, grass, peat, sawdust, manure, including organic household waste. The resulting multi-component mixture is finally processed into living fertile humus in bioreactors through special soil microorganisms. We take such microorganisms from the World Soil Cluster, which is a collection of fertile soils untouched by the plow, collected from more than 100 regions of the planet on the territory of Unisky Farm Enterprise in Marina Gorka. The technology of relic solar bioenergy allows production of more than 1 ton of biohumus from 1 ton of brown coal. 1 ton of humus will enable to grow more than 1 ton of organic food. Therefore, annual extraction of 10 billion tons of brown coal and oil shale, which is approximately equal to their production by the end of the first quarter of the 21st century, will not only provide energy to 10 billion people at the rate of 2 kilowatts per person, but will also grant an opportunity to feed them with healthy and healing food. Moreover, it will allow us to stop desertification of the planet and annually raise the productivity of poor and desert soils to the level of black soil on the territory of about 30 million hectares, which exceeds the area of most European countries. Firstly, biohumus is at least 10 times more productive than any organic fertilizer. It contains a complex of nutrients, macro, micro, and ultra-micro elements, enzymes, and growth hormones, as well as humates and soil antibiotics. All this is necessary for proper growth and development of plants. Secondly, it is impossible to saturate the soil with biohumus. Throughout the entire development cycle, the plant will take as much nutrients as it needs. In each kilogram of organic biohumus lives up to 10 trillion beneficial bacteria, while, for example, in manure, they are only 200 to 300 billion. Thirdly, biohumus surpasses conventional organic fertilizers such as manure, poultry manure, sapropel, and peat, which have been known for thousands of years. Unlike manure, biohumus is safe. There are no pathogens or fly larvae in it. Biohumus does not contain nitrates, heavy metals, pathogenic microflora, and weed seeds. Compared to even the last century, there is very little natural humus left on Earth, which has been accumulated over millions of years. Every year in the world, 12 million hectares of land turn into deserts.
and 25 billion tons of fertile soil are lost. Therefore, mankind faces the urgent task of restoring the soil by creating new, living and fertile biohumus. From 300 trillion tons of organic matter of oil shale, we can get about 450 trillion tons of living humus with humidity of 50 to 60%. Adding about 10% of humus, this is the average value of humus content in fat black soils, to the top fertile layer of soil 30 to 40 centimeters thick, will be enough to turn 15 billion square kilometers of land into black soil farmland, which exceeds the land area of the Earth about 100 times and the area of the entire surface of the Earth 29 times. Thus, the entire planet's land area can be turned not into a desert, but into a blooming garden, planted on the most fertile and life-perfect soil, rich black soil. Such bioenergy will be virtually free for mankind, as the waste it produces, fertile humus, which will cost more on the market than oil, will pay for the production of electricity and heat. Healthy soil will allow the cultivation of organic and safe food, which will reduce many diseases and improve the life expectancy of every human being. Today, all the above experiments have been successfully conducted in the Republic of Belarus on the territory of Unitsky Farm Enterprise in Marina Gorka, and we are ready to share with the world this unique nature and human-friendly biotechnology.